Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Nou lieve mensen, ik heb een hoop met jullie te bespreken, want ja, ik heb natuurlijk een tijdje geen video meer gemaakt zoals deze. Ik ben heel lang bezig geweest met de video's van Saint Germain, het werkboek. Het hele boek heb ik natuurlijk besproken, daar ben ik bijna mee klaar. Daar wil ik ook verandering in brengen, dus ik ga jullie veel vertellen over, ik stop ermee. En waar stop ik dan mee? Dus dat ga ik nu uitleggen. Sommigen van jullie zullen vast hebben opgemerkt dat er een aantal video's van mij verwijderd en verdwenen zijn. En dat komt door het volgende. Er zijn twee grote punten eigenlijk. Wat een oorzaak daarvan is. 25 augustus jongstleden 2023 is de EU-censuurwet ingegaan. Nou, wat houdt deze censuurwet nou eigenlijk in? Dat betekent dat je dus eigenlijk geen vrijheid van meningsuiting meer hebt. Ja? Dus je mag het niet meer hebben over oorlogen, je mag het niet meer hebben over gender en seksuele diversiteiten. Dus als jij een vrouw bent, mag je niet eens meer zeggen dat je zelf een vrouw bent. Of als je een man bent, mag je niet meer zeggen dat je een man bent. In ieder geval allemaal dat soort dingen. Want dat bestaat zogenaamd allemaal niet meer. Dus genderneutraal en weet ik het veel, wat allemaal. Dan mag je het niet meer hebben over klimaat. Je mag het niet meer hebben. Nee, je mag eigenlijk heel veel over hebben. Dus het is maatschappelijk gevoelige onderwerpen, noemen ze dat. Nou, tegenwoordig is alles een maatschappelijk gevoelig onderwerp. Heb je het over je grote teen, dan is het eigenlijk al gevaarlijk. Want dat mag ook niet meer. Het is geen teen. Dit noemen ze nu een pink, bijvoorbeeld. Ja? Alles wordt natuurlijk uit zijn verband getrokken. De media ondervindt dat natuurlijk al veel van. Er mocht altijd heel veel dingen al niet gezegd worden. Hè? Vrij is van meningsuiting. Nou, nu hebben ze het nog erger. En nu hebben eigenlijk heel veel YouTube-makers, filmmakers. Mensen die hun eigen content creëren. Of dat nou op Facebook is, of op Google, of op Amazon, ik zeg maar wat. Of op YouTube. 19 grote softwarebedrijven, multinationals eigenlijk, zijn aangescherpt en vallen allemaal onder deze EU-censuurwet. En dus heel veel thema's waar je het over wilt hebben, mag niet meer besproken worden. Dus dat is een reden waarom heel veel video's bij mij verwijderd zijn. Ik kreeg al enorm veel meldingen van dit mag niet, zus mag niet, zo mag niet. Ze zijn eraf. Ik heb andere oplossingen hiervoor. Dat ga ik met jullie in de volgende video's al delen. Veel zal bij mij op de site terecht ook komen. Ik zal ook bijvoorbeeld meer video's maken op de site die bijvoorbeeld de spiritualiteit bevordert, hè, voor de mens. Dus dat ik studies eigenlijk aanbied in plaats van de lange, lange video's van een boek die ik bespreek. Ik merk aan mensen dat dit voor sommigen misschien te lang duurt of niet op hun eigen tempo kunnen. Of omdat er alweer video's tussendoor komen. Bijvoorbeeld, je kan natuurlijk ook naar mijn afspeellijsten gaan. En dan kun je bijvoorbeeld op een categorie klikken waar je graag naar wil kijken. Maar omdat er dan weinig diversiteit eigenlijk voorbij komt. Hè, dat ik andere dingen bespreek. Omdat dat best wel veel tijd vergt om het allemaal voor te lezen. Zal ik dat voortaan gaan doen als studie aanbieden op mijn website. Want zelfs spiritualiteit, religie, dat soort dingen, daar mag je het allemaal niet meer over hebben. Ik denk dus ook dat YouTube bij de vergaande glorie aan het behoren is. Want ja, mensen gaan toch op zoek naar mensen die gewoon hun vrijheid hebben om content te maken. En dit is dus een EU-wet. Dat zal natuurlijk vast en zeker een wereldwijd iets zijn. Of misschien wel niet. Maar je zult ook gemerkt hebben dat bepaalde video's niet meer te zien zijn in Nederland of in de EU. En die je misschien met VPN nog wel kunt zien. En ook het algoritme, daar waar ze veel aan knoeien eigenlijk. Zodat je minder kijkers hebt en bijvoorbeeld helemaal achterin ergens belandt bij de video's die het minst gezocht wordt bijvoorbeeld. Of waar ze je niet kunnen vinden. Je moet het een beetje vergelijken met Marktplaats. Dat is nu overgenomen of al een tijdje overgenomen. Nou, volgens mij door de Telegraaf als ik het goed heb. Misschien is het alweer verkocht, ik weet het niet. Maar in ieder geval toen ik nog van één enkele simpele eigenaar was, zou ik het even zo zeggen.
Daar kon je een advertentie plaatsen en dan kwam deze eigenlijk al best wel snel bovenaan. Of in ieder geval was het langer zichtbaar. Nou, tegenwoordig als je dus een advertentie plaatst, dan kom je al heel snel achteraan ergens, tenzij je betaalt. Ja? Nou, en dat is tegenwoordig ook bij YouTube. Je kunt bijvoorbeeld je video's ter promotie aanbieden. Dus als jij je video's niet promoot, dan kom je eigenlijk al... ergens achteraan te staan. En als je dus je video betaald promoot eigenlijk, dan heb je misschien kans op wat zichtbaarheid. Nou, ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Ik weet eigenlijk niet hoe het is als je het promoot, hoe dan eigenlijk de zichtbaarheid is. Op den duur denk je, voor wie maak ik nou eigenlijk hier de video's? Ik bedoel, de videomakers, die hebben YouTube groot gemaakt. Ja, en nu moet je ineens betalen om je content bijvoorbeeld zichtbaar te krijgen. Ja, natuurlijk krijg je het zichtbaar door als mensen je weten te vinden. Maar als ze je niet weten te vinden, dan krijg je het eigenlijk al automatisch niet echt meer zichtbaar. Dus er wordt veel aan geknoeid en nu wordt het natuurlijk enorm verscherpt. Dus dit mag niet meer, zus mag niet meer, zo mag niet. Je wordt er helemaal gek van. Heel veel dingen kunnen dus ook niet meer als je je YouTube-kanaal wilt behouden. Nou, ik ben sinds 2016 ben ik hier mee bezig. Ik heb een hele grote groep gekregen waar ik eigenlijk zie als familie. En ik hou eens enorm veel van jullie. Ik wil jullie ook graag blijven informeren. Maar ik ben doorgegaan zolang het kon met zo oprecht mogelijk te zijn en zoveel mogelijk te delen over interessante onderwerpen. En ik heb nog gigantisch veel interessante onderwerpen, maar die ik nu dus niet meer kan delen. Dus dat zal ik op een andere manier gaan doen en dat zullen jullie nog van mij te horen krijgen hoe ik dit doe. Dan hebben we het tweede waarvoor ik bepaalde onderwerpen dus ook niet meer bespreek. Je hebt er altijd wel rotte appels tussen zitten. Nou, wat gebeurt er dus achter de schermen bij Delilah? Nou, en dat zal bij enorm veel anderen ook gebeuren die zeer interessante informatie delen. Kijk, heb je gewoon de luchtige videootjes, daar zal dat vast niet bij gebeuren. Maar heb je informatie die interessant is of wat belangrijker is, zeg maar, voor een ander, dan krijg je te maken met een vreemd soort volk. Waar ik zelf eigenlijk niet wist dat het bezond, zeg maar. Dus het is heel interessant hoe dat dan allemaal weer werkt. En dan heb je bijvoorbeeld mensen die bij jezelf zelfs in de studio zijn geweest. En die een video met je op hebben genomen. En waarvan je dus netjes van tevoren dus aangeeft. Luister, je mag de video overal delen. Zolang die maar van mijn kanaal gedeeld wordt. Want ik bied jouw platform aan. Je krijgt gratis exposure. Daar hoef je niet voor te betalen. Als je belangrijke informatie hebt wat de wereld in moet. En daar wil ik graag mijn platform voor aanbieden. Dat vinden ze natuurlijk allemaal hartstikke graag. En heel veel mensen betalen dus voor reclame. Ja, en tienduizenden euro's betalen ze voor reclames. Geloof me. Wat denk je wat ze aan YouTube betalen als ze bijvoorbeeld een banner onder een video willen? Ja, dus echt enorm veel geld. Dus ik bied het gratis aan omdat ik vind dat het belangrijk is voor de mensheid. Nou, wat verlang ik daarvan terug is natuurlijk ook een gunfactor, of in ieder geval respect, dat je mijn video ook dus blijft delen van mijn kanaal, zodat mensen verwezen worden naar mijn kanaal en van mijn kanaal kunnen bekijken en ook zodat ik het kan beveiligen en kan beschermen, zodat ik mijn interviewer, mijn gast kan beschermen. En dat ik in de gaten kan houden van wie remixt het of wie haalt er stukjes uit of gaan andere mensen bijvoorbeeld ergens posten. Nou, wat gebeurt er nou? Dan zijn er mensen die denken al slim te zijn. Ja? Dus die gaan dan mijn video converteren van mijn YouTube kanaal. En dan plaatsen ze het op hun eigen kanaal. Ja? Of op andere kanalen. Om daar vervolgens donaties over te vragen. Ja? En dat zijn echt niet alleen mensen die bij mij in de studio zijn geweest. Er zijn ook mensen geweest die gewoon kijkers zijn zoals jij. Of anderen. En die dat dan converteren. En zetten het dan bijvoorbeeld op een YouTube kanaal. Ja, geloof me. Op hun eigen YouTube kanaal. Mijn video. Daar krijg je dan ook meldingen van. Vanaf YouTube. Dus dan zeggen ze. Hé, wacht eens even. Iemand heeft jouw content gebruikt. Dat mag natuurlijk niet. Want anders zou overal op elk kanaal hetzelfde te zien zijn. Iedereen heeft natuurlijk copyrights erop. Van alles wat je maakt. En zonder toestemming mag je dat niet zomaar delen. Dat is logisch. Anders doe je plagiaat. Of hoe je het ook mag noemen. Of je bent gewoon diefstal aan het plegen. Ja?
En dus dan plaatsen ze het op hun eigen kanaal en vragen daar vervolgens donaties over. Nou, ik wil even aangeven dat ik mij hier totaal van distancieer. Ik daar geen toestemming voor heb gegeven en dat ik daar ook niets mee te maken wil hebben. Dus ik heb dit ook aangevolgd. Ik heb hier ook een advocaat opgezet. Dat was gelukkig niet eens zo heel erg nodig, want het hele YouTube-kanaal werd al verwijderd. Maar vervolgens doen dat meerdere en die halen dat dan van mijn video's, converteren ze en zetten ze dan bijvoorbeeld op Facebook of delen ze in Telegram kanalen of doen dat op BitChute of Rumble zetten. En dan confronteer ik ze daarmee van luister, ik heb hier geen toestemming voor gegeven. Zou je dat zo vriendelijk zou willen zijn om dit te verwijderen en wil jij mijn video's delen? Ik ben heel erg blij om te horen dat jullie de video's leuk vinden en dat jullie het willen delen. Maar waarom niet van mijn kanaal? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, gun je het mij dan niet? Of wat is dit? Je vindt de informatie wel interessant, maar je wil het niet gunnen dat het gewoon van mijn kanaal afgedeeld wordt. Waar slaat dit in godsnaam op? Ik haal dit niet eens in mijn hoofd om dat te doen, ja? Dat je het converteert voor jezelf bewaart, omdat je er vaker naar wil kijken. Of omdat je het fijn vindt dat die informatie er is. En dat je misschien, weet ik veel, hoe moet ik dat ook alweer zeggen? De reclame vervelend vindt misschien. Of nou ja, dan kan je natuurlijk ook voor premium kiezen. Maar dat je het misschien vaker wil luisteren. Oké, voor eigen gebruik. Ja, doe ik dit. Geen probleem. Snap ik. Ja, heel fijn ook dat je dat leuk vindt om daarnaar naar te kijken. Maar dat je het vervolgens overal gaat delen. Ik vind het zo nasty. Ik vind het zo niet respectvol. Zo niet collegiaal ook gewoon. Why? Ja? En dan ook nog eens een keer mensen die je zelfs kent of zo. Nou, er zijn ook sommige kijkers die dit doen. Ja? Noem ik geen namen. Die geven dat dan ook zelf aan. Want ik heb ze erop aangesproken. Van goh, ik wist niet dat dat niet kon. Ja, weet je. Denk ik, ja, waarom niet gewoon van mijn kanaal af? En dan hoor je zelfs een reactie. Ja, maar die Leila, die informatie moet toch wijd en breed verspreid worden. Je hebt zo'n goede informatie. Dan zeg ik van ja, maar luister. Waarom doe je niet zelf die video's maken? Ja, en ga je zelf dingen vertellen? Waarom moet dit over mijn rug? Ja, waarom? Ik snap het niet helemaal. Doe zelf die video's maken. Ja, nee, die Leila. Dat komt, ja, je bent zo betrouwbaar. Mensen vinden jou zo betrouwbaar en daarom wordt het beter bekeken. Nou, dan zakt toch je broek vanaf. Ja, maar althans, mijn broek zakt er vanaf. Wel in privé, als het even kan. Maar mijn bek valt er van open. Ja. Denk ik dus betrouwen. Dus ik ben een soort van pionnetje. Ik word neergezet omdat ik zo betrouwbaar overkom. En daar wil jij je lezingen over gaan delen. Of weet ik veel, je geld gaan verdienen. Of je kijkers, of je ego wordt daardoor gestreeld of zo. Want dan ben jij degene die dat op dat kanaal heeft gezet. Of weet ik veel wat. Nou, ik vind het te belachelijk voor woorden. En dat hele misgunnen, dat vind ik zo Nederlands. Ja, en dan woon ik ook nog eens in Nederland. Dat was vroeger hier niet in Nederland. Hè? Ik weet niet wat voor infiltratie hier is geweest. Maar een of andere misbaksel, misgunning... infiltratie of zo. Geen idee. Maar ik vind het gewoon abnormaal. Dus als jullie dat tegenkomen, weet dat ik daar geen toestemming voor gegeven heb. Dat ik het ook niet goedkeur. Dat je claims kan gaan krijgen. Ja. En dat daar best wel veel geld over kan komen. En dan zijn er ook van die mensen die dan denken autonoom te zijn. Ja. En die eigenlijk een wet verkondigen van het strafrecht. En zeggen we stelen en we liegen en bedriegen niet. Maar dit vervolgens dan wel doen. Ja, dus dit past niet, dit rijmt niet met mij. En daar distancieer ik me dus ook van. Dan heb je vervolgens dus dat ik, wat ik al zeg, het bewaken moet. Want er worden dus snippets of foto's van video's gemaakt, dat soort dingen. Nou, daar hebben we al een keer mee gemaakt. Omdat ik eigenlijk de eerste ben die het sinds de corona eigenlijk... weer naar buiten heeft gebracht over het soevereine en autonome. En dat 100.000 keer bekeken is geworden. Heel veel mensen wilden vrij zijn. De dame in kwestie waar ik dus het interview mee gedaan heb. Want die is soeverein. Of is autonoom. Of hoe je het ook allemaal mag noemen. Heeft daar dus heel veel over verteld. Super interessant. Dus dat werd enorm veel bekeken. En dat kwam natuurlijk ook bij
de mainstream media terecht en bij de politiek terecht. En want ja, iedereen wil vrij zijn. Iedereen ging doorkrijgen dat als je eigenlijk je eigen rechten en plichten, als je weet waar al die rechten en plichten vandaan zijn gekomen en hoe dat allemaal werkt en dat het een maritiem recht is en weet ik het veel allemaal, een rechtssysteem van de piraterij afkomt. Ja, mensen kregen ineens de, wat de heck? Ik heb helemaal niet een jurist of een advocaat allemaal steeds nodig die je helemaal leegtrekken en die jou uren en jaren lang aan het lijntje houden omdat dat geld voor hun oplevert, terwijl het over mensenlevens gaat. Ja? En als je een goede advocaat hebt, dan word je vrijgesproken. En als je een slechte advocaat hebt, dan ben je eigenlijk al aan het lot overgeleverd, zeg maar. Ja, heb je het niet gedaan, dan kan je schuldig bevonden worden. En heb je het wel gedaan, kan je zelfs onschuldig bevonden worden. Het is een bizarre wereld. Dus het is enorm interessant natuurlijk allemaal. Ik heb nog zoveel informatie die ik graag zou willen delen, wat gewoon dus nu niet meer kan. Want door die rotte appels zijn dus ook, dan stop ik er gewoon mee. Dus ik doe het ook gewoon niet meer. Ten tweede is natuurlijk ook die censuurwet, wat het ook allemaal wat lastiger en ja, niet meer makkelijk maakt. Ook met bepaalde boeken verkopen dat ik deed, kan dus ook niet meer. Daar ben ik dus helaas ook genoodzaakt in om daarmee te stoppen. Maar dit soort dingen maakt het eigenlijk voor mij nog een tikkeltje dat ik denk van, ik vind het ook niet zo leuk meer worden. Snap je het? En terwijl ik het met heel veel plezier eigenlijk allemaal vertelde en omdat ik ook zoveel lieve reacties voor jullie liefde. Maar weet je wat het is? Jullie kunnen natuurlijk altijd bij mij terecht met een consult. En jullie kunnen ook bij mij op de website terecht voor dat ik dus studies aanbied. Dus die vele video's wat ik altijd maak met het boek, de boeken. En natuurlijk wil ik ook graag veel uitleg gaan geven over de meesters van het Verre Oosten. Jullie weten, op mijn kanaal kunnen jullie eigenlijk heel veel diversiteit vinden. Ja, de ene keer kunnen jullie iets grappigs zien. Of kunnen jullie iets over mijn vogels zien. Of kunnen jullie iets zien over uitvindingen. Of zal ik mensen interviewen die iets over de toekomst gaan vertellen. Want ik heb nog meer interessante dingen. Ik wil ook meer positiviteit gaan vertellen. Maar of muziek kunnen jullie vinden. Het acteren of de dingetjes, van alles en nog wat. Ik ben zo divers mogelijk, want ik hou van het leven. Ja, en dat heeft enorm veel te bieden en dat is niet eentonig. Kijk maar eens naar de natuur. Zoveel kleuren, zoveel bloemen, vogels, planten, bomen. Alles is anders. Elk landschap is anders. Als je al over de grens rijdt, is het al een ander landschap. Dus waarom zouden we ons beperken tot één doelgroep? Dat werd ook altijd wel eens gezegd. Oh, Leila, je moet een niche kiezen. Je moet een doelgroep kiezen. Ik zeg, nou, maar ja, ik ben helemaal niet een doelgroep, weet je wel. Ik bedoel, ik ben gewoon die Leila. Daar gaat het over. Dus ik wil eigenlijk gewoon, wat ik allemaal leuk vind, dat wil ik delen met de rest van de wereld. En daarmee mensen juist inspireren. Ook de dingen te doen die ze leuk vinden. Want ik zeg altijd, dingen die je leuk vindt, die komen, die worden tot een succes. En dat is ook gewoon zo. Maar, dan heb je ook nog wel eens reacties die mensen zeggen, ja, maar het is toch allemaal juist voor de informatie van de wereld en daar moet je helemaal geen geld over willen verdienen en weet ik het allemaal, bla bla bla. Nou, ik weet het niet hoor, maar als alles en iedereen wat van je jat en van je steelt, ik ben geen social werkster. Ja, ik heb ook een huishouden te moeten onderhouden. Ik heb ook de dingetjes die we doen. En waarom eigenlijk niet? Ja, ik vraag me eigenlijk af. Iemand die zo denkt, die zijn vaak de meest gierige mensen op aarde. En gunnen een ander helemaal niets. Willen zelf alleen maar nemen. Behalve iets te geven. Maak het lekker allemaal zelf. En waarom doe je zelf niet die informatie lekker gratis verspreiden? Denk ik dan wel eens. Weet je wel, waarom verlang je dat en eis je dat van een ander? Dus kijk, ik heb het zoveel mogelijk. Ik vraag geen donaties. Mensen mogen vrijgiftes doen. Omdat ik dat vaak het horen krijg van, goh, die laat ik wil je heel graag terug doen. En dat vind ik super, super lief. Ik ben er heel erg dankbaar voor. Ik vind het heel erg lief ook gewoon. Ik kan het niet uitdrukken in woorden wat ik daarvoor voel. Het is gewoon bijzonder. En dat mag en dat kan. Dus ik vraag er geen geld voor. Maar dit soort dingen gaan natuurlijk te ver. Ja, dus dat houdt een keer op. Zo kan je natuurlijk ook niet over je kijkcijfers of over de abonnees geld verdienen. Waardoor anderen dus niet verplicht zijn om te moeten betalen. Zoals heel veel andere kanalen wel doen. Ja? En ik snap het. Want als dit gebeurt, dan is het ook gewoon niet anders meer.
Ik bedoel, ze willen wel alle informatie horen, maar ze gaan er wel mee aan de haal, zeg maar. Dus het kan ook gewoon niet. Ergens moeten grenzen. En ik begrijp ook wel, want ik heb best wel wat dingen voor tv en zo gedaan. Ik ben ook de laatste tijd flink veel benaderd. Dat zal ik ook zo even uitleggen. Maar ik snap best wel de contracten die er allemaal zijn. Want als je ziet hoe mensen met dingen omgaan en zo respectloos zijn eigenlijk. En zelfs sterrenlures nu al hebben. Zelfs eisen dat je voor ze gaat koken als ze bij jou een interview komen doen. Dus dat kan natuurlijk gewoon niet allemaal. Hè? Het houdt een keer op. Ook met mijn gastvrijheid. Maar dus dan horen jullie hoe dat eigenlijk er allemaal wel aan toe gaat. Je krijgt ook soms de hele bijzondere mensen over de vloer. En dat maakt het natuurlijk ook heel interessant allemaal. Ja, wat ik eigenlijk nog wilde vertellen is dat ik geregeld telefoontjes krijg van de mainstream media. Nou, zoals ik al eerder aangaf, ben ik eigenlijk de eerste geweest vanaf de corona eigenlijk die het hele soevereine autonome aan heb gewakkerd. En voor die tijd waren er wel eens filmpjes over iemand die bijvoorbeeld soeverein is geworden. Maar dan waren dat maar korte filmpjes, weinig uitleg. En dat is gewoon omdat het dan een interessant leven had. Maar het ging niet in detail. Het werd niet geleerd hoe jij dat ook kon. Ja? Nou, daar ben ik dus de eerste in geweest. En dat werd supergoed bekeken. Stond gelijk bovenaan bij YouTube. Je deed de laptop open. Je zag het gelijk staan. Van nou, word soeverein bijvoorbeeld. Betaal geen belasting meer, geen hypotheek. Dus dat werd natuurlijk een flinke happening. En tot op de dag van vandaag, want enorm veel mensen zijn zich erin gaan verdiepen. Zijn lezingen gaan geven. Gelukkig ging het balletje heel goed rollen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar natuurlijk is het ook heel erg belangrijk om goed te filteren, goed door te hebben, je goed te gaan informeren in dat soort dingen en meerdere gesprekken aan te horen. Daarom had ik ook meerdere mensen laten spreken hierover. Nou, dus de NOS had mij benaderd, KRO heeft mij benaderd voor een of ander programma Factcheckers. Ja, alleen de naam, ik zei ik ook al, ik zeg luister, je moet het wat doen aan die naam. Want alleen al bij Factcheckers, daar wil niemand zitten die soeverein autonoom zichzelf zo noemt of is, weet ik veel wat. Dus Humberto Tan heeft me nog gevraagd om in het programma te komen. Ja, kijk, luister wat er gebeurde. Ze hadden wat foto's van mijn kanaal genomen waarmee ik met mensen in gesprek ben geweest over de autonome kwestie. En dit bij de NOS uitgezonden en dan je neergezet alsof de autonome mens of de mensen die zich soeverein noemt, in de toekomst wellicht wel terroristen kunnen gaan worden. Nou, dit is natuurlijk best wel een hele, ja, hoe moet ik het zeggen, belediging, of hoe noemen ze dat, discriminatie of een aanval. Hè? Dit is eigenlijk een aanslag, zou ik het zo zeggen. En je weet eigenlijk al hoe het gaat. En dan denk je, ja, weet je, wat willen jullie nou precies? En als je dat ook hoort, want kijk, ik wil niet dit uitleggen aan mensen die jou al bij voorbaat al vals willen neerzetten omdat er een plan voor is. Ja, dus jij komt dan in zo'n studio en dan zitten daar wat mensen tegenover je en die branden je, proberen je dan af te branden en het hele onderwerp eigenlijk van tafel te gooien. Omdat ze natuurlijk hopen, hè, dat mensen hier niet meer in meegaan. Want ja, als er nog meer mensen geen belasting meer gaan betalen, dan gaat heel Nederland op de schop natuurlijk. Kijk, het staat niet in het wetboek dat belasting verplicht is. Dus mensen gaan die wet allemaal kennen. Ik denk, ja, maar hallo, het is een ambi, het is een goed doel. Hoe zit dat nou eigenlijk? En nu sinds kort is het uit de KVK geschreven. Want ja, heel veel mensen wisten niet eens dat het in de KVK in godsnaam stond dat het een bedrijf was. Ja, je bent natuurlijk met geld gehandeld, dus het moet ook een bedrijf zijn. Maar ja, en ineens ga je dat allemaal begrijpen. Dan denk je, ja, maar waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Dus ze willen natuurlijk dat hele onderwerp moet van tafel. Ja, dat begrijp ik, maar daar laat ik mij niet voor lenen. Ja, daar laat ik mij niet voor lenen. Dan mag lekker een andere gek doen. Ja, dus dat heb ik al uitgelegd. En ik zeg ook, luister, ik ben journaliste. Ik interview mensen met bijzondere onderwerpen.
En ja, maar ben je dan zelf geen autonoom? Ik zei, maar luister, autonoom is niet iets wat je zomaar hoort met een stempeltje van, nou, ik ben nu uit een autonoom. Kijk, een autonoom is eigenlijk iemand die een rechtsgeleerde is, ja, zonder dat hij officieel naar een universiteit is gegaan om bijvoorbeeld het rechtsgebied te studeren. Ja, om een studie rechten te doen. Hè? En daar geen diploma voor heeft gekregen, maar het zelf heeft gedaan. Want autonoom betekent eigenlijk gewoon iemand die het zelf heeft gedaan. Ja? Dus zelf het hef in eigen handen neemt. En ik heb enorm veel cliënten die op die manier hun kind hebben teruggekregen, hun huis hebben teruggekregen, hun bedrijf hebben kunnen behouden. Nou ja, enorm veel dingen eigenlijk hierdoor weer goed hebben gekregen. Ja? Want hoe zit het hele systeem nou eigenlijk in elkaar? Als jij een probleem of een conflict hebt, nou, iedereen kan eigenlijk gewoon een rechtszaak aanspannen als ze willen. Daar hoef je niet eens iets voor te onderbouwen of iets dergelijks. Als je maar een dossier opbouwt, hè, lul iets over iemand, weet ik veel wat, je bent ergens niet mee eens en je kan een rechtszaak aanspannen. Nou, wat heb je daar dan voor nodig? Dan krijg je, bijvoorbeeld als je geen inkomen hebt, dan krijg je een advocaat van de staat. Of een jurist van de staat aangeboden. Nou, heb je wel genoeg inkomen, dan mag je het allemaal zelf gaan betalen. Maar het gaat er vooral om, de advocaat of jurist moet natuurlijk ook betaald worden. Daar gaat het om. Nou, die jurist die gaat die briefjes schrijven, die advocaat. Nou, blijven over en weer. Heeft u nog wat over te melden? Wilt u daar nog, u moet zoveel mogelijk getuigen zien te krijgen, foto's. Je moet je met alles verdedigen. Nou, dat duurt jaren soms zo'n proces. Ik ken mensen die zitten al 10 jaar of 20 jaar in een rechtszaak. Dat je echt denkt van, oh my god. Nou, rekken. Je wordt helemaal leeggezogen. Op de duur weet je niet eens meer dat je leeft. Want je bent dagelijks bezig of wekelijks bezig met die stomme rechtstoestand. Tot je eigenlijk al opgeeft dat je geen zin meer hebt. Want daar hopen ze op de duur op. Nou, en zo'n advocaat die kan daar lekker mee schrijven en verdienen natuurlijk. Dat is helemaal top. Nou, en er zijn ook goede rechters, hè? En er zijn ook goede advocaten. Lieve mensen, ik heb het hier over grotendeels van de rotte appels, ja. Er zijn enkele die misschien op een hand met een lantaartje kan vinden, die zijn er. Maar grotendeels is het een verdienmodel, ja. En als je een goede advocaat hebt, dan kunnen ze van slechte mensen kunnen ze vrijspreken. En van goede mensen, hè, als je een slecht advocaat hebt, kunnen ze een dader maken. Dus, ja, zo werkt het spel. Dus die mensen die zijn natuurlijk zichzelf gaan verdiepen. Doordat het hele balletje gaat rollen. Dat je denkt, hé, hoe zit dit nou allemaal? What the heck? Ineens gaat er een lampje branden. Ik kan het allemaal zelf. Nou, die verklaren zichzelf autonoom. Doordat ze autodidactisch worden. Snel leren. Omdat ze in een probleem zitten. Dat is niet, je gaat niet. Als jij een heel goed leven hebt. Word je niet zo snel autonoom. Omdat je het niet nodig hebt. Ja, of soeverein, of hoe je dat mag noemen. Maar, hè, is er geen andere mogelijkheid meer? Heb je alles al geprobeerd? Ben je van kastje naar de muur gegaan? Je neemt bijvoorbeeld de mensen van de toeslagaffaire. Het is niet normaal hoeveel mensen dit zijn, hè? Ik heb het zo met die mensen doen. Het is zo erg allemaal wat hier gebeurt. Ja, die hebben daardoor, althans sommige van hun die zich er daar heel goed in verdiept hebben. En ik ken ze allemaal persoonlijk. Die hebben daardoor hun kind weer teruggekregen. Of in ieder geval hebben ze meer geld gekregen als die 30.000 waar ze mee afgescheept zijn geworden. Ja, en er zijn mogelijkheden voor. En doordat ze zich hebben verdiept in hun eigen, in de wetten. Ja, in de wet. En niet meer afhankelijk zijn van iemand die het maar voor je moet gaan doen. Ja, die vertellen nu een advocaat of een jurist wat ze moeten gaan zeggen. Dus het balletje is andersom geworden. En en natuurlijk de mensen die in het systeem zitten. Hè, ik sprak bijvoorbeeld iemand die best wel hoog bij de politie was. En die is retired. En die zegt weet je, toen ik in het systeem zat, zag ik het niet. En dat snap ik, want je bent eigenlijk het systeem aan het verdedigen. Want daar word je voor betaald. Ja? Dus je hebt het niet door. Je bent het systeem aan het verdedigen. Maar nu die retired is, hè, dus met pensioen is gegaan, ziet hij ineens de dingen die hij eerst daarvoor niet zag. Want nu is hij de burger. Ja, nu staat hij aan de andere kant van de medaille. En toen is hij dingen wel ineens gaan inzien. Dus, en dat is ook met elk vak is het eigenlijk zo, waar je zo geconditioneerd bent. Als je daar te lang ergens in werkt, dan zie je andere dingen niet meer. En dat is met groeperingen zo. Er zijn enorm veel mensen die alleen maar met hun eigen soort omgaan. Die weten niet eens dat er nog andere mensen of andere
werelden bestaan. Ja? En dat zijn sectes. En dat hebben we niet door. Dat heet ook het hele woord cultuur. Is de natuur van een cult. Ja? Van een secte. En dat blijft helemaal met elkaar. En dat is dan het losbreken. Dus daarom is er nu ook gigantisch veel censuur. Nou, en dat wil ik met jullie delen. Dus op mijn kanaal zullen meer, zal weer meer diversiteit gaan komen. Dat houdt in. Ik wil meer gaan focussen op leuke dingen. Op positiviteit. Want er is al enorm veel shit. En ik zie gewoon om me heen dat de mensen zo gaan. Zo, dan is er weer een oorlog. Dan is er weer dit. Dan is er weer zus. Dan is er weer zo. Ik wil jullie eigenlijk meenemen naar, nu we hier in Nederland wonen. We hebben natuurlijk heel veel te zeiken over Nederland. En dat snap ik ook helemaal. En, maar ja, woon je in België, zul je daar weer een hoop te zeuren hebben. In Duitsland heb je weer mooi te zeuren. Ik denk wel, ja, de zon maakt een hoop goed. Hè. Zal het hier wat beter weer worden? Nou, wie weet, met het klimaat. Tot het hier wat tropischer gaat worden. In ieder geval, mag ik dat zeggen? In ieder geval, wil ik jullie eigenlijk meenemen hoe leuk Nederland ook is. En hoe creatief mensen in Nederland ook kunnen zijn. En hoe ze eigenlijk ook bezig zijn met de toekomst bijvoorbeeld. En dus daar wil ik je ook graag naar meenemen. Ik hou jullie in ieder geval gigantisch op de hoogte met nieuwe dingen. De censuur is zelfs zo erg dat accounts gewoon geblokkeerd worden. Websites kunnen van Google afgehaald worden. PayPal, die is best wel heel erg controversieel. Die blokkeert gewoon rekeningen. En die vermeldt er ook niet bij waarom. Ook dat je kan telefoneren wat je wil. Dus wil je weten gewoon waarom is nou mijn PayPal bijvoorbeeld geblokkeerd. En zelfs je geld kan je er niet meer afhalen. Je kan er helemaal niet meer bij. Ze willen zelfs rekeningen blokkeren van mensen. Het is zelfs in het verleden al regelmatig gebeurd. Volgens mij de Rabobank staat er best wel onbekend. Die gewoon rekeningen blokkeert. Als je dus iets vertelt wat maatschappelijk gevoelig is. En wat ik al zeg, dat kan gewoon zijn iets simpels. Ja, een heel simpel iets. Weet ik veel. Wat ik al zeg. Je zegt dat je een vrouw bent. Nou, dat mag je al niet meer zeggen. Nou, dat soort dingen. En je mag het alleen wel zeggen. Als je een man bent, dan mag je wel zeggen dat je een vrouw wil zijn. Dus het is een vreemde wereld aan het worden. Waar ik dus echt niet achtersta. Ik probeer zo helder mogelijk en zo oprecht mogelijk te blijven. Zodat mensen ook helder en stabiel blijven. En niet per ongeluk beïnvloed raken door de massahysterie waar we met z'n allen in zitten. Het is natuurlijk te zot voor woorden allemaal. Ja, want de grote empathie die mensen tegenwoordig ontwikkeld hebben. Ja, en dan ben ik eigenlijk altijd wel voorstander van empathie. Maar niet dit soort empathie. Dat je empathie gaat hebben voor psychopaten. Ja? Of empathie voor de meest rare seksuele voorkeuren. En daarmee duid ik dan bijvoorbeeld op mensen die voorkeur voor kinderen hebben of dat soort dingen. Hou alsjeblieft op. Ik krijg er al kippenvel van als ik erover nadenk. Ik ben daartegen. Met mij kan je er ook niet over in discussie. Er zijn mensen die dan mij proberen te vertellen dat ik daar empathie voor moet hebben. Want ja, ze hebben ook een moeilijke jeugd gehad. En je moet ze vergeven voor hun daden. Nou, nee, in mijn woordenboek is daar geen vergeving. En als vergeving, als dit spiritualiteit moet zijn. Ja, de love en de light continu. En met zelfs de meest bizarre psychopaat moet vergeven. Ja, sorry, dan ben ik vanaf vandaag spiritueel af. Ja, dan ben ik niet meer spiritueel, wil ik ook niet meer spiritueel zijn als dit spiritualiteit is. Ja, dan weet ik niet in wat voor wereld ik in godsnaam leef. Dus ik wil daar ook niet mee in discussie, ik wil er niets over horen. Van mij mag dat gewoon van deze aardbol wegrotten. Daar ben ik gewoon heel erg duidelijk in. Kom niet met empathie voor dat soort dingen. Daar wil ik gewoon niets over horen. En dat mag je lekker zelf weten. En doe het bij jezelf. Ja, laat het bij jezelf gebeuren. Kijk of je dan nog empathisch bent. Maar, want de slachtoffers die ik bij mij krijg. Ja, de offer voor de slacht. Dat is wel erg genoeg. Die hebben jarenlang. Nou, misschien wel weet ik voor hoe lang. Hebben ze trauma's ervan. Kunnen ze niet meer functioneren in de maatschappij. Niet meer met zichzelf. Hebben zelfhaat. En in ieder geval die probeer ik helemaal weer
zichzelf te worden en liefde weer voor zichzelf te krijgen. Dus kom alsjeblieft niet met empathie bij mij aan over dit soort dingen. En zo'n dader, ja, wat doet die nou aan psychologische hulp? Niets. Die worden gewoon vrijgesproken op dit moment. Dat is gewoon waar het helemaal naartoe gaat. Dat je dus de meest gekke, vreselijkste seksuele fantasieën worden gewoon nu openbaar gemaakt. Zelfs op basisscholen wordt het hier al gedaan. En kinderen die... Ik heb gehoord een verhaal ook van de week nog. Een of andere kind, ja. Die gewoon, nou ja, helemaal prima. Als iemand een jongetje voor meisje wil zijn, moet je allemaal zelf weten. Maar waarom moeten de seksuele fantasieën gedeeld worden? Ja, ik snap dit niet. Al was dit een meisje die dat tegen een meisje zegt, ben ik er al niet mee eens. Maar dit is een jongetje die een meisje wil zijn. En die zegt al tegen, luister, ik ben Sabrina en ik ben seksverslaafd. En wat voor maat BH heb jij? En goh, ik ga lekker bij jullie in de gymzaal mij omkleden. Luister, daar ben ik het dus niet mee eens. En wat iedereen zelf moet weten, helemaal zelf. Maar luister, al die, seksuele fantasieën, waarom moet dit? Waarom moet dit? Waarom moet dit? Ik begrijp het niet. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook al die knuffelpiemels tegenwoordig en weet ik het allemaal. Ja, luister, het zal wel weer iets niet mogen wat ik hier nu zeg. Maar ik kan me hier niet over inhouden. Het gaat te ver. Waar is nog een normaal gedachte? En dan heb ik daar een gesprek over. Want dat mag op de kermis. Op de kermis wordt dat nu allemaal verdeeld. Alleen al de kermisexploitant die hierin meedoet. Luister, ik kom zelf uit die families. Ja. Ik heb de werelden van het kamp en van de kermisexploitanten. Van de zigeuner en van de scheepsvaart. En van de circusfamilies in mijn bloed. Ja, dat zijn al mijn families. We spreken ook dezelfde taal. Maar luister, mijn voorouders die zouden omdraaien in hun graf. Ik zweer je. Die zouden verstelden dat dit voor de kinderen. Ik heb al gezegd, de kermissen zijn voor de kinderen. Dit is opgezet voor de kinderen. Het plezier en het vermaak en de joy en de happiness die kinderen ervaren op een kermis. Dan ga je toch geen knuffelpiemels weggeven? Nou, dit is gewoon seksuele speeltjes voor kinderen. Dat kan toch niet? Ja, maar ja, dat krijg je gewoon als antwoord. Ja, maar vroeger kwam de dominee of de pastoor kwam ook bij ons op de kermis. En die ging dan heimelijk vragen, ja, of de mensen die bij de kerk, naar de kerk gingen, die gingen dan stiekem vragen of wij ook over ook vibrato's en dildo's hadden. Nou, ik weet het niet hoor, maar wat is dit voor vergelijking? Dat ging dan toevallig nog stiekem. Maar tegenwoordig hoeft het niet meer stiekem, nu is het voor de kinderen. Dit is toch, nou ja, weet je, dat is... Ja, nou ja, dat soort dingen. En ja, ik ben ook eigenlijk het helemaal zat wat dat betreft. Weet je, je denkt ook wel eens van, nou, dat komt nooit meer goed met deze planeet. Gaat nooit meer goed komen. Alleen al onderling. Hè, als je alleen al ziet wat ze met mijn video's doen. Ja, dat ze het converteren en dan op hun eigen kanaal zetten en plaatsen. En dan daar nog donaties over gaan vragen. En weet ik het veel allemaal, of snippets maken, of op de NOS zetten, of jou, weet ik veel. Wat denk je dan wel niet wat ze met de Bijbel hebben gedaan? Ja, het meest best verkochte boek ter wereld, ja, wereldwijd. Wat denk je wat daar allemaal in veranderd is, als dit al met mijn kanaaltje, ja, want ik noem hem nog maar even een klein kanaaltje, ja, wat blijkbaar best wel groot is, of veel mensen het wel kennen, maar... Voor mij is het toch een klein kanaaltje als ik mensen zie met 100.000 of 200.000 volgers. Nou, mijn kleine kanaaltje van 10.000 volgers vind ik hartstikke lief hoor, hartstikke leuk. Maar als ze dat daar al mee doen, wat denk je dan wat ze met die Bijbel hebben gedaan? Ja. En er is ook een man die doet van die luisterboeken maken van de Bijbel. Dus je hebt het hele Eerste Testament, leest hij voor. Heel handig als je niet zo'n lezer bent. Dus dat is ook wel fijn als je dan bijvoorbeeld de was aan het opvouwen bent. Of weet ik veel wat. Dan kan je er gewoon even lekker naar luisteren. Maar dan hoor je dus dat Eerste Testament. Ik wilde eigenlijk over die Bijbel ook nog heel veel gaan vertellen en uitleggen. Maar gosje mijne, wat een werk om zoveel voor te lezen. En als er al iemand gedaan heeft, dan kan je het beter daarna luisteren. Kijk, ik wil dan ook nog informatie over geven. Maar ik ga dat dan doen met het Tweede Testament. Maar het Eerste Testament, als je dat hoort, jullie kunnen zelf naar luisteren. Vooral met alle kennis die ik jullie de afgelopen jaren en andere mensen ook gegeven hebben. Van nou, hoe dat eigenlijk allemaal zit. Met al die stromingen en dat Baal, hè, die kinderslachter. En die geloven allemaal. En ook die hele serie, ja, die is er ook helaas af. Waar ik dat allemaal in gedeeld heb. Maar
Dat ga ik jullie nog wel zichtbaar maken op mijn website. Ga ik jullie nog vertellen als het zover is. Maar in ieder geval, ja, over die Bijbel. Dus het eerste stuk tot en met Noach, dat is nog interessant. Ja, en dan zie je ook nog wel hoe mooi de planeet eigenlijk was. En de diertjes. En dat de mensheid die at geen dieren. De mensheid, de vruchten, de planten en het fruit en dat soort dingen. Dat was voor de mensen om te eten. Dat behoorde als voedsel toe. En dan zie je ook nog dat stukje is zuiver. Waarschijnlijk is het zuiver gebleven omdat ze anders helemaal de draad kwijt waren. Om dat toch nog een beetje een soort van balans erin te houden of zo. En dat de dieren er eigenlijk waren, zodat de mensen de gidsen van de dieren. Dus de mensheid zou heersen over hemel en aarde, dus over de dieren. Maar niet heersen als dictator, nee, dat zou heersen als gids. Ja, dus het zal de begeleider zijn. Het zou het mens zijn. De mens zou het hoogstaande wezen zijn wat er was. Het meest intelligente wezen, een mens van vrije wil. Ja. Nee, wat is de mens nu geworden? Dat is nog lager als het dier. Het dier kan je niet eens meer. Daar moeten wij nu wat van leren. Snap je? En de dieren is ook helemaal de weg kwijt. Want ja, die worden nu alleen maar als vee voor de slacht gebruikt. Het is te erg voor woorden wat hier aan de hand is. En dan hoor je gewoon vanaf Noach eigenlijk dat het helemaal. Het zakt in. Zelfs de toon zakt in. Je hoort Baal. Je hoort eigenlijk al die stromingen van allerlei soorten verschillende religies. En waarom? Want ja, je wil natuurlijk het best verkochte boek. En hoe krijg je dat? Door iedereen aan zijn behoeften te voldoen. Dat is net als met al die feestdagen tegenwoordig. Ja, al die feestdagen zijn allemaal gemengd. Zelfs dat Jezus nooit met de kerst eigenlijk geboren was. Je was in de zomer geboren. Allemaal dat soort dingen. Maar dat hebben ze gemengd met het christendom en met het paganisme. Zodat het geaccepteerd zou worden. Nou, en dat boek. Eerste Testament, je hoort het. Dat wordt dan het meest geaccepteerd omdat je de islam erin hoort. Je hoort jodendom erin. Je hoort, christelijk nog niet helemaal. Want Jezus was er natuurlijk toen nog niet. Maar goed, Mozes. Je hoort het katholieke. Je hoort, weet ik het veel wat allemaal. Ja, de Baal hoor je erin. Het paganisme. Ze mochten slavinnen hebben. Incest werd er gedaan. Verkrachtingen. Er is niks positiefs. Het zijn allemaal verhaaltjes voor verhaaltjes. Het zijn niet inspirerende verhalen. Ik word er niet van geïnspireerd, eerlijk gezegd. Jaloezie, afgunst. Ik snap dat deze wereld helemaal verknipt is. Als dit jouw geloof moet zijn, wat is er voor geloof? Er is niet iets ineens in te geloven. Ja, dat je slavinnen mag hebben. Je mocht alleen niet de slavinnen van andermans geloven mocht je hebben. Je mocht niet een slavin hebben van je eigen geloof. Je mocht wel een slaaf hebben van een ander geloof. Nou, dat soort dingen. Iedereen mocht elkaar slaaf gebruiken van andere geloven, niet je eigen geloof. Nou. Ik kon er geen inspiratie uit halen. Ik kon niet eens krijgen van, daar ga ik lekker over mediteren. Of daar word ik kalm van. Of geïnspireerd door. Of vredelievend. Nee, ik vond het ellendig. Ik kon sommige dingen niet eens meer aanhoren. Maar ik zal de link in de beschrijving zetten. Die man die leest het heel leuk voor. En dan kunnen jullie lekker luisteren daarnaar. En dan zal je zelf je eigen. Alles wat je dus hebt geleerd. Van mijn kanaal, maar van andere kanalen ook. Dan zal je zelf je eigen mening erover geven. Of dat je dan eens hoort. Het is heel goed juist om je te verdiepen in allerlei soorten religies. Zodat je weet, waar gaat het eigenlijk heen? En zo heb ik ook op mijn community staan van YouTube, mijn kanaal. Dus ga je naar communities. En dan heb ik iedere dag heb ik post met prachtige wijsheden. En citaten van mooie geschriften en uitspraken van wijze mensen. Dus zo kun je lekker bezig blijven met de goede dingen. Dus daar wil ik me ook graag op focussen. Nou, lieve mensen, ik hoop jullie hier zoveel mogelijk geïnformeerd te hebben over wat hier eigenlijk allemaal speelt achter de schermen. En ja, want ja, jullie zijn natuurlijk alleen maar de kijker. En je hebt helemaal niet door wat gebeurt er nou eigenlijk. Of hoe gaat dat nou eigenlijk allemaal in zijn werk? Zoals ik jullie heb verteld, de algoritme, het is net marktplaats eigenlijk. Je moet tegenwoordig dus betalen als je zichtbaar wilt zijn. Je hebt te maken met de censuurwet. Je hebt te maken met mensen die jouw video's dus converteren en gewoon overal plaatsen waarvan ze denken, daar kan ik het plaatsen om hun eigen gewin eruit te halen. Het is gewoon bizar.
Maar we blijven positief en daarom gaan we met de dingen mee. Het zal zo moeten zijn, denk ik. Het duurt me waarschijnlijk ergens een kant op die zo moet zijn. En ik ga met de stroom mee, zoals het me ingegeven wordt. En verder wil ik jullie alleen maar heel veel liefde wensen, heel veel geluk. En alsjeblieft, gun elkaar wat. Wees goed voor jezelf, maar ook voor de ander. Want alles begint bij onszelf. En dan gaan we alleen maar een mooiere toekomst tegemoet. Dat is namelijk hard nodig. I love you.